Hallo allemaal, mijn naam is Diederik Samson, head of cabinet, kabinetchef van Frans Timmermans, de executive vice president van de Europese Commissie, belast met de Green Deal, het klimaatbeleid. En in het verleden was ik actievoerder voor Greenpeace en was ik betrokken bij de campagne voor de advisory opinion tegen het gebruik van kernwapens, heel lang geleden allemaal. Ik sta hier nu met een wat dubbel gemoed, want het feit dat jullie... Plan zijn om zo'n advisory opinion aan te vragen en daar de Verenigde Naties voor in te zetten. Betekent eigenlijk dat jullie niet vertrouwen dat wij voldoende zullen doen. Wij, de vertegenwoordigers van het huidige bestuur, de bestuurlijke klasse. En misschien hebben jullie wel gelijk. Want de afgelopen jaren hebben de bestuurders van de wereld, of het nou landen of Europese landen of Europa als geheel of zelfs de wereld, hebben we laten zien dat we niet voldoende doen. Het klimaat warmt op, steeds sneller. De CO2-concentratie in de atmosfeer neemt toe, steeds sneller. En we slagen er kennelijk niet voldoende in om dat te keren. En dus jullie volkomen, staan jullie volkomen in je recht om deze campagne te starten en het, zelfs het internationaal gerechtshof in te schakelen om jullie toekomst veilig te stellen. Maar het motiveert mij vooral om nog harder te werken hier. Om de Green Deal te vervolmaken, Fit for 55, het klimaatprogramma binnen de Green Deal uit te voeren. En zoals we onlangs hebben ge gelanceerd, daar nog een schepje bovenop te doen via Repower EU. Het plan om niet alleen ons klimaat veilig te stellen, maar ook de geopolitieke balans weer te herstellen. Onafhankelijk te worden van de fossiele brandstoffen van Rusland. Er is veel gaande, er zijn ongelooflijke opdrachten. En ik zou jullie willen vragen om twee dingen te doen. Ga vooral door met deze campagne. En misschien leidt het wel tot succes. En veranderen jullie daarmee een beetje, of misschien wel heel significant de loop van het klimaatbeleid. Maar zet je ook, blijf je ook inzetten via alle andere mogelijkheden. Het beïnvloeden van je eigen volksvertegenwoordigers. Zelf innovatie bevorderen, zelf techniek gaan studeren. En die nieuwe uitvindingen doen, waar wij kennelijk nog niet slim genoeg voor zijn. Want de jeugd, hoe je het ook went of keert, zal een deel van deze verantwoordelijkheid dragen. Ik hoop dat we tegen die tijd. Het grootste gevaar, de grootste dreiging hebben kunnen wegnemen. door verstandig, beter, ambitieuzer klimaatbeleid. Maar zelfs als dat het geval is, het ligt er nog veel op jullie bord. Dus voel die verantwoordelijkheid en neem hem. onder andere via de campagne die jullie nu voeren. en via alle andere mogelijke middelen. Veel succes.